Vervolg van het audioboek van Wie heeft God gemaakt, op zoek naar een allesverklarende theorie, geschreven door Edgar Andrews. Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting van dat hoofdstuk en met een verklarende woordenlijst waarin enkele moeilijke woorden worden uitgelegd die misschien niet voor elke lezer duidelijk zijn. Daarna begint het eigenlijke hoofdstuk. Hoofdstuk 9, waarin we het universele van de wet erkennen in het menselijk geweten, de menselijke natuur en de menselijke samenleving, en nadenken over haar betekenis. In Hoofdstuk 10 onderzoeken we de relatie tussen de Godhypothese en de natuurwetten, maar eerst maken we even pas op de plaats om iets te noemen wat vaak over het hoofd wordt gezien. Namelijk het feit dat de hand van God als wetgever opgemerkt kan worden in elk aspect van de menselijke samenleving en ervaring. Niet alleen in de gebieden die toegankelijk zijn voor de wetenschap. We beginnen met heksen en wezenstelen, met spelletjes, sport en families. We zullen zien dat menselijk sociaal gedrag op alle vlakken doordrongen is van en geregeld wordt door regels en wetten. De wet is niet alleen het fundament van de samenleving, zij uit zich ook in ons geweten, omdat we goed en kwaad van elkaar kunnen onderscheiden en ons ernaar gedragen. Kan dit allemaal het gevolg zijn van evolutie? Of is het logischer om de Godhypothese te volgen en het geheel van de wet te zien als afkomstig van een transcendente, maar vaderlijke wetgever? We krijgen hier antwoord op door drie aanvullende vragen te stellen. Namelijk: 1 Waarom is de wet zo universeel in de kosmos? 2 Hoe ontstaan wetten? Oftewel, wie bepaalt de regels? 3 Waarom zou het ons eigenlijk iets kunnen schelen? Nieuwe woorden: Patria. Protestas, vaderlijke macht. Uienpellen. Er is slechts één wet voor allen, namelijk de wet die alle wetten bepaalt, de wet van onze Schepper, de wet van de mensheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, de wet van de natuur en van de naties. Edmund Burke, 1788. In zijn verklaring voor de aanklager van Warren Hastings, voormalig gouverneur-generaal van India. Laten we een ui gaan pellen. Onze ogen zullen misschien gaan tranen, maar de maaltijd gaat er beter van smaken. De ui tussen aanhalingstekens, waarmee we aan de slag gaan, is de wet tussen aanhalingstekens. En we gaan haar schil voor schil of laag voor laag bekijken. In dit hoofdstuk kijken we naar de wet in de menselijke samenleving, de menselijke ervaring en het menselijk geweten, terwijl we in hoofdstuk 10 terugkeren naar de basis om na te denken over de wetten van wetenschap en natuur. Filosofen hebben het begrip wet al duizenden jaren bestudeerd, en ze zijn het nog steeds niet met elkaar eens. Dus ook ons, zal door de frustratie het huilen soms nader staan dan het lachen? Maar hopelijk wordt onze inspanning beloond, want er zijn maar weinig dingen die zoveel invloed op ons leven hebben als de wet in haar verschillende gedaanten. Nu we het toch over de wet hebben, ik trad eens op als getuige deskundige in het Britse Hoge Rechtshof voor een klein Zweeds bedrijf dat een bekende multinational voor het gerecht dagen vanwege schending van het patentrecht. Na het kruisverhoor door de tegenpartij... nam onze, tussen aanhalingstekens, advocaat... nog een kort tweede getuigenverhoor af... in een poging de verklaringen van de tegenpartij te weerleggen. Tijdens dit tweede getuigenverhoor... werd mij een vraag gesteld die naar mijn mening... niet de kern van de zaak raakte. Dus antwoordde ik... Met alle respect... Dat is de verkeerde vraag. Daarop barstte de hele zaal in lachen uit. Hoewel de rechter zich kon inhouden, dat moet ik hem nageven. Mijn antwoord was juist, al kwam het wat naïef en onschuldig over. Maar iedereen weet natuurlijk dat de advocaat de vragen stelt en dat de getuige antwoord moet geven. Het idee van een getuige die een advocaat vertelt wat hij wel of niet zou moeten vragen, werkte op de lachspieren van de aanwezige advocaten. Toen iedereen weer wat bijgekomen was, zei de rechter vriendelijk: Geef eerst antwoord op zijn vraag en dan op de vraag die hij had moeten stellen. Ik vertel dit verhaal niet alleen maar om een hoofdstuk over de wet in te leiden, maar ook omdat het echt belangrijk is om de juiste vragen te stellen. Er zijn drie vragen die zelden gesteld en dus zelden beantwoord worden, maar die aan de basis liggen van het hele debat. Over het bestaan en de aard van God. 1 Waarom is de wet zo universeel in de hele kosmos? 2 Hoe ontstaan wetten? Of wie stelt de regels op? En 3 Waarom zou het ons wat moeten schelen? Laten we eens proberen wat antwoorden te vinden. De eerste laag. Een simpel en bekend voorbeeld van de wet komen we tegen in spelletjes. Als u alles wat u van voetbal weet hebt geleerd van de dieren in de Disneyfilm Heksen en Bezemstelen, denkt u waarschijnlijk dat het een spel zonder regels is. De dieren wedijveren en spelen, maar ze spelen geen spelletjes, waarmee ik wedstrijden bedoel, die gebonden zijn aan regels of wetten. Voorlopig gebruik ik deze twee woorden door elkaar. Als we spreken over de wet van de jungle, bedoelen we niet de wet, maar wetteloosheid. Maar als we een groepje zevenjarigen een bal geven, spelen ze al snel een spel dat wel regels heeft. Het zullen niet de officiële voetbalregels zijn. De doelpalen zijn misschien jassen of krijtstrepen op een muur. Alle spelers schieten misschien op hetzelfde doel. En er zijn misschien meer dan twee ploegen. Maar ik verzeker u dat dit spel gespeeld wordt volgens vooraf opgestelde regels, welke dat ook zijn. En al heb ik het nooit getest, ik vermoed dat dit ook zou gebeuren als diezelfde zevenjarigen ergens in een afgelegen jungle zouden wonen en nog nooit een voetbal hadden gezien. Ja, ik durf te beweren dat er zonder regels niet zoiets als een spel kan bestaan. Hebt u ooit geprotesteerd of geklaagd, nadat iemand de doelpalen had verzet tussen aanhalingstekens? Door deze veel voorkomende sportperikelen beseffen we dat spelletjes in chaos eindigen als de spelers zich niet aan de regels houden. In de oorlog, de liefde en de strijd om de publieke opinie is misschien alles toegestaan, maar de neiging om in deze dingen regels te negeren. Maakt duidelijk dat dit absoluut geen spelletjes zijn. Maar waarom moeten spelletjes regels hebben? Omdat de regels het spel bepalen en er structuur aan geven. Toen William Webb Ellis, een leerling van de rugby school in het Engelse stadje Rugby, volgens de overlevering in 1823 bij een voetbalwedstrijd met de bal in zijn handen naar het doel rende om te scoren, Overtrad hij de toenmalige regels van het voetbal en had hij rugby uitgevonden? Wat een heel ander spel is. Oké, okay, dit is vrijwel zeker een apocrief verhaal, maar de mythe kan goed als voorbeeld dienen. Als je de regels maar genoeg verandert, wijzig je het spel. Zoals ik al zei, de regels bepalen het spel. Op het eerste gezicht lijkt dit alles niet zo belangrijk te zijn, maar in feite. Heeft het verstrekkende gevolgen? Wetten zijn niet het glazuur op de taart, iets dat achteraf aan het spel wordt toegevoegd, zij zijn de taart zelf. Zij bepalen de aard van het spel. Denk er maar eens over na. In zekere zin zijn de wetten het spel. We vinden alleen dan een nieuw spel uit als we een aantal nieuwe regels bedenken. Eerst Komende regels, die vormen de basis, hoewel ze na verloop van tijd verfijnd, uitgebreid of vereenvoudigd kunnen worden. Wetten in de samenleving. Het feit dat wetten zo fundamenteel zijn in de bekende gebieden van sport en spel, heeft implicaties op een dieper niveau. Namelijk dat regels ook fundamenteel zijn voor menselijke sociale interacties. Om Terecht te winnen moet u eerlijk spelen door de rechten te erkennen van de tegenpartij in de sport die u beoefent of het spel dat u speelt. Laten we dus even nadenken over hoe regels en wetten invloed hebben op de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Dat brengt ons bij de tweede laag van de UI, namelijk wetten en samenleving. Net zoals regels een spel bepalen. Bepalen wetten grotendeels een samenleving? Maar ze doen dat op twee manieren. Aan de oppervlakte bepalen ze welk soort samenleving we hebben, maar in de grond definiëren ze het diepste wezen van de samenleving zelf. Wat het eerste betreft is het duidelijk dat er verschillende samenlevingen zijn, omdat ze allemaal specifieke wetten hebben waardoor ze bestuurd worden. Samenlevingen waarin wetten bepaalde groepen discrimineren, zoals vrouwen en etnische of religieuze minderheden, verschillen in grote mate van samenlevingen waarin iedereen voor de wet gelijk is. Ook samenlevingen met wetten die een afwijkende mening onderdrukken, verschillen zeer van samenlevingen die vrijheid van meningsuiting aanmoedigen. Laat me dat nu even als vanzelfsprekend aannemen. En verder ga naar de tweede stelling, namelijk dat de wet, gezien als principe, niet zozeer het karakter van een bepaalde samenleving bepaalt, maar het diepste wezen van de samenleving. De mens heeft een haat-liefdeverhouding met regels en wetten. We vinden ze bijna altijd vervelend, maar elke samenleving heeft ze nodig om te functioneren en te overleven. Dat geldt tot op zekere hoogte ook voor andere schepselen. Van mieren tot mensapen, meerkatten tot apen en bijen tot reuzenhaaien. eerlijk waar, ik heb het nagekeken. leven dieren in samenlevingen, tussen aanhalingstekens. die gedefinieerd worden door regels, tussen aanhalingstekens. Maar hoe ontstond die bijna symbiotische verhouding tussen het leven en de wet? Dat is niet zo eenvoudig uit te leggen. Het probleem is. Dat menselijke samenlevingen veel ingewikkelder zijn dan spelletjes. Terwijl spelletjes alleen bepaald worden door hun regels, worden samenlevingen allereerst gedefinieerd door relaties, zoals een gemeenschappelijke afkomst, etniciteit, geloofsovertuiging en taal, en slechts in de tweede plaats door hun wetten. De rechtswetenschap, de theorie en filosofie van de wet. Volgt de geschiedenis van de wet in de menselijke samenleving tot in haar vroegste vormen? De consensus lijkt te zijn dat de sociale wetten hun oorsprong vinden in wat advocaten patria potestas, vaderlijke macht, noemen. De eerste menselijke samenlevingen waren gewoon families. waarin de mannelijke stamvader macht en gezag uitoefende over zijn vrouw of vrouwen. En over zijn nakomelingen en hun gezinnen. Dat gezag strekte zich ook uit tot de dienaren en slaven, die als een verlengstuk van de familie werden gezien. In zijn boek Ancient Law, de wet in de oudheid, beschrijft Sir Henry Maine de patriarchale samenleving als volgt. Citaat. De oudste mannelijke ouder, de oudste voorvader, is oppermachtig in zijn gezin. Zijn gezag strekt zich uit tot leven en dood. Het absolute gezag dat hij heeft over zijn kinderen en hun gezinnen, heeft hij ook over zijn slaven. Sterker nog, het enige zichtbare verschil tussen zoonschap en hoorigheid is het inherente vermogen van de oudste zoon om op een dag zelf hoort van een gezin of familie te worden. De schapen en runderen van de kinderen. Zijn de schapen en runderen van de vader. En het bezit van de vader, dat veel meer representatief van aard is en geen persoonlijk bezit, wordt na zijn dood eerlijk verdeeld onder zijn nakomelingen van de eerste graad, waarbij de oudste zoon soms een dubbel deel krijgt. Het eerstgeboorterecht. Einde citaat. Maar met het verstrijken van de tijd ontwikkelde de menselijke samenleving. ...zich tot buiten de grenzen van de familie. Meen vervolgt, citaat... De Bijbel toont ons een afwijking van de heerschappij van de ouder. De families van Jacob en Ezou vallen uiteen en vormen twee naties. Maar de families van Jacobs kinderen blijven bij elkaar en worden een volk. Dit lijkt op het prille begin van een staat of gemene best... ...en van een rechtsorde die boven het familierecht uitstijgt. Einde citaat. Het was natuurlijk Jacob's beginnende gemeene best dat bij de Berg Sinaï van God de Mozaïse wet ontving, een gedetailleerd, moreel, civiel en godsdienstig wetboek dat in het algemeen gedateerd wordt rond 1440 voor Christus, dat de twaalf stammen van Israël, een andere naam voor Jacob, tot een hecht volk smeden. Maar hoewel de wet tegen die tijd de machtsgrenzen van de familie al doorbroken had, wijst Meen erop dat de fundamentele patria potestas ook fundamenteel bleef. Citaat. In de meeste Griekse staten en in Rome bleven de overblijfselen van het systeem van machtige groepen waaruit de staat werd gevormd nog lang bestaan. We kunnen de familie, het huis en de stam van de Romeinen beschouwen als een type daarvan. En ze worden zo beschreven dat we ze wel bijna moeten zien als een groep concentrische cirkels, die zich geleidelijk vanuit hetzelfde punt hebben verspreid. De eerste groep, die de basis vormt, is de familie, waarvan de leden onderling verbonden zijn door gemeenschappelijke onderwerping aan de hoogste mannelijke voorvader. Een verzameling van families vormt het geslacht of het huis. Een verzameling van huizen vormt de stam. Een verzameling van stammen vormt het gemeene best of de republiek. Alle oude samenlevingen beschouwen zichzelf als nazaten van één oorspronkelijke stamvader. De geschiedenis van politieke ideeën begint feitelijk met de veronderstelling dat bloedverwantschap de enig mogelijke grondslag is. Van een gemeenschapsgevoel in politieke functies. Einde citaat. Kort gezegd, het grondidee van de wet in de samenleving, los van de verschillende wetten en rechtssystemen die hieruit voortkwamen, is ontleend aan het oude concept van de suprematie van het vaderschap. De wet en de godhypothese. Laten we hier even pas op de plaats maken om te kijken waar dit ons brengt in relatie tot onze bijbelse hypothese. Weinigen zullen betwisten dat de Bijbel God voorstelt als de ultieme vaderlijke wetgever, of dat de twee concepten van vaderschap en wet voortdurend naast elkaar in de Bijbel te vinden zijn. In Genesis 1 wordt de schepping zelf beschreven als een gevolg van Gods bevelen, en een bevel veronderstelt. Wettelijk gezag. En God zeide: Er zij licht. En er was licht. Genesis 1, vers 3. De formule er zij wordt herhaald in de versen 6, 9, 11, 14, 20, 24 en 26. En er wordt ook een waardeoordeel gegeven. En God zag dat het licht goed was. Vers 4: Van de zon en de maan wordt gezegd dat ze heersen over respectievelijk dag en nacht. Opnieuw is dat het taalgebruik van wet, orde, verordening. Nadat God de mens had geschapen naar zijn beeld, gaf hij hem de opdracht vruchtbaar te zijn en talrijk te worden, de aarde te vervullen en te onderwerpen en te heersen over al het gedierte. Dat op de aarde kruipt. Vers 28. Net zoals Gods woord Wet was tijdens de schepping, werd het woord van de mens Wet toen Hij de heerschappij over de aarde op zich nam. De menselijke wet komt voort uit de Goddelijke wet. De mens als wetgever weerspiegelt het beeld van God, de hoogste wetgever. Maar in overeenstemming met de patria potestas. Bleef de mens ondergeschikt aan de wet van God. Citaat: Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Genesis 2, vers 17. Het thema van God als wetgever loopt door de hele Bijbel heen. In Psalm 119. Die verreweg de langste van alle psalmen is, verwijst bijna elk van de 176 versen op de een of andere manier naar Gods wet met woorden als wet, getuigenissen, bevelen, geboden, verordeningen, woord en inzettingen. In Handelingen 17, vers 26 staat: Hij heeft uit één enkele, het hele menselijke geslacht gemaakt. om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En Hij heeft de hun toegemeten tijden. en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. God geeft de wet niet alleen. Hij legt haar op, wat op zichzelf al een heel onderwerp is. En de patria potesta zelf. die is ook gebaseerd op de relatie van de mens tot God. Die niet alleen de ultieme bron van de wet is, maar ook de Goddelijke Vader, naar wie volgens de Apostel Paulus alle geslacht, dat is patria in het Grieks, in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Dat de mens is gemaakt naar Gods beeld, beschrijft een vorm van zoonschap. In Lucas 3, vers 38 wordt de geslachtslijn van Jezus Christus teruggevoerd tot Adam, die de Zoon van God genoemd wordt. En toen de apostel Paulus de Atheense filosofen toesprak, stemde hij in met de Griekse dichter die had geschreven, want wij zijn ook van zijn, dat is Gods geslacht. En hij voegde daaraan toe, daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen dat de Godheid gelijk is aan goud of zilver, of steen door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. Dat is een verwijzing naar hun vele afgonen. Een interessant kenmerk van de hierboven geciteerde bijbelhoofdstukken... en andere bijbelteksten is de manier waarop de natuurlijke wet... dat zijn de wetten van de natuur die in het volgende hoofdstuk besproken worden... de morele wet, dat is wat God van de mens eist, en de menselijke wet... Dat is de manier waarop de mens over de aarde heerst, samen voorgesteld worden als verschillende aspecten van één goddelijke regel. De meeste mensen zien vandaag de dag geen verband meer tussen die drie wetten, omdat ze werkzaam zijn in drie heel verschillende gebieden, te weten de natuur, het geweten en de samenleving. Maar terwijl de Bijbel deze verschillen erkent. Ziet hij wetten van elke soort als voorgeschreven door God? Nebukadnezar zei: Gods heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koningschap van geslacht tot geslacht. Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht. Hij doet naar Zijn wil met het Heer des Hemels en de bewoners der aarde. Gods heerschappij over de kosmos. Dat is het Heer des Hemels, is één met Zijn heerschappij over de mensheid, collectief en individueel. Wet en geweten. Het wordt hoog tijd om de ui van Zijn volgende laag te ontdoen, een laag die ik in de vorige paragraaf al even heb genoemd. Volgens de Bijbelse hypothese beïnvloedt Gods wet de mensheid direct. In zijn persoonlijke levensfeer, wat ons verder inzicht verschaft in de patria potestas, die volgens Meen de basis vormt van de wetten van de samenleving. Laten we dus het ongemakkelijke onderwerp van wet en geweten eens bespreken. U weet misschien nog hoe de oude en eenzame houtsnijder Geppetto een pop maakte met de naam Pinocchio. Zijn wens dat Pinocchio een echte jongen zou worden werd onverwacht vervuld. Door een fee. Maar zelfs feeën hebben hun beperkingen. Omdat Pinocchio een pop is, heeft hij geen geweten. En dus werd Japi krekel uitgevonden om als Pinocchio's geweten te fungeren en hem uit de problemen te houden. De korte inhoud van de film zegt het zelf. Japi heeft maar weinig succes, en het grootste deel van de film werkt Pinocchio zich in de nessen. Ik weet niet precies wat de moraal is, behalve dan dat elk geweten beter is dan geen geweten. Het is interessant te weten dat dit volgens de Bijbel niet altijd zo was. In het aardse paradijs was een geweten niet nodig en was het juist de kennis van goed en kwaad die God Adam en Eva onthield. In een commentaar op deze regeling schrijft theoloog Philip Iveson, citaat. In de enige andere passage in de boeken van Mozes, waar de uitdrukking kennis van goed en kwaad staat, wordt hij gebruikt met betrekking tot kinderen die niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun daden. Ze zijn afhankelijk van hun ouders. Deuteronomium 1, vers 39. Op gelijke wijze moesten Adam en Eva zichzelf zien als kinderen die voor wijsheid en inzicht volledig afhankelijk zijn van de schepper, hun hemelse vader. Einde citaat. Onze eerste ouders hadden geen geweten nodig. Maar ze kregen het toch. door Gods enige wet niet te gehoorzamen. Hun nieuw verkregen besef van schuld. begon al snel te werken. toen zij zich verborgen voor God. tussen het geboomte in de hof. Dus hoe ziet de Bijbel het geweten van de mens. in hun moreel gevallen wereld? De Apostel Paulus legt het uit. Wanneer toch heidenen die de geschreven mosaïsche wet niet hebben. Van nature doen wat de wet gebiedt. Dan zijn deze, of schoon zonder wet, zichzelf tot wet. Immers, zij tonen dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkaar onderling aanklagen of ook verontschuldigen. Met andere woorden, Paulus zegt dat de mens een aangeboren moraal heeft, een aangeboren besef van wat goed en kwaad is in de ogen van God. Dat is precies de kennis die onze eerste voorouders in Eden kregen, en het is blijven hangen in wat wij het geweten noemen. En dat is belangrijk, want na de wet van de samenleving... te hebben getraceerd tot haar oorsprong in de patria potestas... worden wij gedwongen te vragen waar... De eerste voorvader, de grondregels van Daan had, waarmee hij over zijn familie heerste. Het antwoord van de Bijbel is dat die wetten van nature in elke nakomeling van Adam aanwezig zijn en blijven. Mensen hebben een intuïtieve kennis van goed en kwaad. In tegenstelling tot Pinocchio hebben ze een ingebouwd geweten, zodat Japie krekel overbodig is, of zou moeten zijn. Zie hoofdstuk 17. Een darwinistische bril. Er zijn natuurlijk altijd mensen die alles door een darwinistisch getinte bril willen bekijken, en die het ontstaan van de wet in de samenleving en in het menselijk geweten zullen toeschrijven aan de zogenaamde overlevingswaarde van sociale rust en stabiliteit. Een stabiliteit die voorkomt uit regels, taboes, verboden, tradities pickorders en dergelijke. En, om eerlijk te zijn, het is duidelijk dat wetten en rechtssystemen zich wel degelijk ontwikkelen. Nog Hammurabi, nog de Hicksos-koningen, eisten van hun wagenmenners dat ze een geldig rijbewijs hadden. Maar we moeten het hiervoor gemaakte verschil in gedachten houden tussen het idee van een wet en de wetten zelf, tussen een wet als idee en hoe een bepaalde samenleving haar gebruikt. Dat laatste is zeker onderhevig aan evolutie, hoewel niet per se in de Darwinistische zin van het woord. Maar de eerste versie van de wet lijkt ingebakken te zijn in de psyche van de oermens. Een evolutionaire oorsprong van de wet blijkt, zoals zoveel evolutionaire scenario's, niet opgewassen tegen kritisch onderzoek. Zeggen dat sociale stabiliteit overlevingswaarde heeft, is een tautologie. Want wat bedoelen we anders met stabiliteit dan de capaciteit om ongunstige omstandigheden, zoals oorlogen, natuurrampen en interne conflicten, te overleven? De stelling wordt dus herleid tot overleving heeft overlevingswaarde, wat, hoewel zeker juist, toch ook oppervlakkig is. Wanneer de evolutionaire verklaring van de wet van de samenleving tot haar essentie herleid wordt, blijft dus het volgende over. Wetten helpen een samenleving overleven en zijn daardoor onderworpen aan evolutie door natuurlijke selectie. Maar is dat wat er in het echte leven gebeurt? Dat valt te betwisten. Wanneer menselijke samenlevingen ten onder gaan, of het nu oude dynastieën of moderne staten zijn, stammen of nomadische groepen, politieke partijen of sociale klassen, gebeurt dat meestal niet omdat ze te weinig regelgeving hebben, maar omdat ze overdonderd worden door dingen die ze niet onder controle hebben. Sommigen bezwijken aan oorlogen en invasies, sommigen aan verstedelijking en industrialisatie, anderen aan interne spanningen en tegenstellingen. Weer andere aan natuurrampen, zoals hongersnood, klimaatverandering of verwoesting van het leefgebied. Hoewel defensieve wetten kunnen worden ingevoerd om deze dreigingen het hoofd te bieden, zijn ze alleen maar goed voor achterhoede gevechten. Een land dat bedreigd wordt door een invasie, zal de dienstplicht invoeren om de kracht van zijn leger te vergroten. Een samenleving die uit elkaar valt door interne spanningen en tegenstellingen. Kan draconische wetten introduceren om de ontevreden massa te onderdrukken. Maar zelfs door duizenden wetten in te voeren, kan men een samenleving nog niet beschermen tegen interne conflicten. Men zou kunnen aanvoeren dat de opkomst van de patria potesta's zelf een evolutionair verschijnsel is. Families die verbonden waren door een gevestigde ouderlijke macht, stelden hun eigen overleving zeker. Door effectieve samenwerking, terwijl verdeelde families sneller bezweken onder de omstandigheden. Maar bedenk dat natuurlijke selectie zelf geen evolutie kan veroorzaken. Er moeten ook gunstige eigenschappen zijn die geselecteerd kunnen worden. Maar als die eigenschappen al aanwezig zijn, hoeven ze niet te evolueren. De biologische evolutietheorie omzeilt dit probleem. Door te suggereren dat nieuwe gunstige eigenschappen ontstaan door willekeurige nuttige mutaties, veranderingen die aanvankelijk niet in het genoom aanwezig waren. Zou de patria protestas dus een gemuteerde sociale meem kunnen zijn, M-E-E-M, -E -E analoog aan de gemuteerde genen in de biologie? En dan is er een voetnoot. Richard Dawkins was de eerste die het begrip memen introduceerde in zijn boek The Selfish Gene, de Zelfzuchtige Genen. Waar genen biologische informatie doorgeven, zouden de speculatieve memen dan culturele waarden en ideeën doorgeven. Einde voetnoot. Wel nee. Ouderlijke macht is altijd aanwezig, alleen al omdat menselijke nakomelingen in hun eerste levensjaren biologisch afhankelijk zijn van hun ouders. Het moet misschien versterkt en uitgebreid worden, maar het heeft geen evolutionaire oorsprong nodig en kan ook geen evolutionaire oorsprong hebben. Samenvattend kunnen we dus zeggen dat de evolutionaire overlevingswaarde van de wet voor een samenleving pragmatisch gezien niet erg hoog is en zij is zeker niet in staat. Om de sociale wetten te verklaren als een gevolg van evolutie. Het universele karakter van de wetten in de menselijke samenleving wegverklaren als slechts een evolutionair verschijnsel is simplistisch. Samenlevingen hebben wetten nodig voor stabiliteit, maar die behoefte komt voort uit een veel diepere bron. Een stelling die, volgens de godhypothese, vanzelf ontstaat uit de relatie tussen God. Als opperste wetgever en de mens als zijn beeld en geslacht. Wet en wetgever. Nu weer terug naar de vragen die we ons aan het begin van dit hoofdstuk hebben gesteld. 1. Waarom is de wet zo universeel in de hele kosmos? 2. Hoe ontstaan wetten? Of wie stelt de regels op? En 3. Waarom zou het ons wat moeten schelen? Met de godhypothese als uitgangspunt heb ik bepleit dat alle wetten, of die nu in de natuur, de samenleving of het menselijk geweten tot uitdrukking komen, afstammen van één goddelijke wetgever. Daarom is de wet zo universeel in de menselijke ervaring. We moeten de natuurwetten natuurlijk nog tot in detail bestuderen. En dat doen we in het volgende hoofdstuk. Maar tot dusver steunt het bewijs de gedachte van Edmund Burke, zie het citaat in het kopje boven dit hoofdstuk: dat alle wetten een eenheid vormen omdat ze afkomstig zijn van God. Citaat: Er is slechts één wet voor allen, namelijk de wet die alle wetten bepaalt: de wet van onze schepper, de wet van de mensheid. Rechtvaardigheid, gelijkheid, de wet van de natuur en van de naties. Einde citaat. Mogen we dan niet concluderen dat het principe van de wet de hele kosmos en de menselijke ervaring doordringt, omdat het één enkele bron heeft in de transcendente wetgever, door wie alles geschapen werd? Of is er dan toch een of andere naturalistische verklaring voor? Arthur Bloch, de Amerikaanse humorist en auteur van de boeken over de wet van Murphy, waarschuwt ons dat een conclusie het punt is waar je moe werd van het denken. Laten we dus geen voorbarige conclusies trekken, maar eerst nog eens goed nadenken over de kosmische wetten in hun meest basale verschijningsvorm, namelijk de wijze waarop zij het stoffelijke universum beschrijven en besturen. Die wetten kunnen in elk geval geen darwinistische verklaring hebben, want ze bestaan al sinds de tijd begon.